Goedemorgen. Op deze, ik mag wel zeggen, winderige zondag, want ik werd bijna met auto en al de weg afgeblazen, de A1 langs het IJsselmeer, vanochtend toen ik hierheen ging, heet ik u allen hartelijk welkom. We hebben muziek vandaag uit een toneelstuk en ik denk dat zeker een aantal van u het al kennen. Het stuk is Kees de Jonge. En er is een reeks voorstellingen, muziek van mijn gast hiernaast, Willem Breuken. Goedemorgen, Willem. Dag. En we gaan het ook hebben en we gaan ook luisteren naar muziek van Georg Philipp Telemann. Een beetje omstreden componist. Er zijn mensen die zeggen dat hij saaie muziek heeft geschreven, niet zo belangrijk is. Maar hoe belangrijk hij is, dat zult u horen uit de mond van de gast hier, Gottfried van der Goltz. Hallo. We will speak about how important Telemann is for you and for many others. Willem, om met jou te beginnen. Allereerst wil ik je van harte feliciteren met de VPRO Boy Edgar prijs. Dat had ik nog niet gedaan, dus bij deze. Dat feest is in mei, geloof ik, hè? Die uitreiking. Is de bedoeling, ja. Is de bedoeling, ja. En verder moet jij om 11:30 staat de taxi voor de deur. Dus tot die tijd kunnen wij ons bezighouden met... Kunnen wij op de mat. Kunnen wij op de mat, hè? Dat is het heet, ja. Ja, Kees de Jonge. Jouw hart ligt echt bij het theater. Anders zou je dat soort dingen toch niet doen, denk ik, als zo'n Kees de Jonge voorstelling aanpakken qua muziek. Ja, het hangt er vanaf wat voor theater natuurlijk. Maar ik denk dat dit soort stukken als Kees de Jonge... En ik heb ook wel muziek gemaakt bij stukken van Herman Heijermans. Dat zijn van die sociale drama's die zich in het begin van deze eeuw afspelen. En die spreken me op een of andere manier aan, omdat ik daar muziek bij kan bedenken. En ze nodigen ook uit om muziek bij te maken. Ja. Althans in mijn geval. Dus dat moet je dan maar doen als je ervoor gevraagd wordt. Ja. De muzici die we nu zo zien, die staan echt in een rijtje opgesteld. Dat is in het toneelstuk, om ieder misverstand maar te voorkomen, niet zo, hè? Nee, ze maken een onderdeel van de voorstelling uit. Ze hebben ook allemaal een mooi pakje aan. En lopen over de bühne mee met de acteurs. Ze hebben echt een rol. Ja. Ze zitten dus niet in de orkestbak, want anders had ik het ook niet leuk gevonden. Want dan kun je net zo goed een bandje draaien of een cd'tje of iets anders. Dus ze maken echt onderdeel uit van de voorstellingen. Dat doen ze ontzettend goed. Ze hebben ook heel veel getraind daarop en heel veel dingen zelf bedacht. Wat ik het ook leuk vond, want die muziek is niet alleen ontstaan achter de schrijftafel, maar ook in de samenwerking met deze muzikanten. Want ze zijn ook geauditeerd van de zomer. Er zijn heel veel mensen langs geweest en mocht echt uitzoeken wie ik leuk vond en wie ik niet leuk vond. Wat een luxe, hè? Ja, dat was heel erg luxe. Hey, het komt niet meer voor dat je een toneelstuk hebt waar zoveel muzikanten aan deel kunnen nemen. Nee. Dat is financieel bijna niet haalbaar. Nee. We gaan een stukje horen, de ouverture, Kees de Jonge. We horen een stuk schermen, dat horen we het laatst. En dan zit ook nog een dingetje met kleppers. De zwembadpas, in. De zwembadpas, ja. Hè? Kan jij de muzici even voorstellen? Want jij kent ze beter dan ik. Ja, dat is Hans Penders op viool. Franka Nijman die speelt fluit, Anja Sikking klarinet, basklarinet, Jorrit Dijkstra saxofoon, Hendrik Jan Houtsma trompet, Joost Swinkels trombone, Jan Willem van der Ham voor God en saxofoon, Greetje de Oude accordeon en Tatjana, die haar achternaam niet kan onthouden, Lokacheva speelt cello. Een Russische naam, hè? Russische naam, heb ik altijd moeite mee. Ja, soms wel, soms niet. Ja. We gaan luisteren naar muziek uit de voorstelling Kees de Jonge. En dan met muziek van Willem Breuken. Thank you.
Ja, dat is dus de muziek die Willem Breuker componeerde voor de voorstelling Kees de Jonge. En ik zal aan het eind van ons gesprek vertellen waar die voorstelling zo al te zien is. Ik zag hier in Artis alvast een groot aanplakbiljet hangen, wat ook hier hangt. Kees komt. Het is eigenlijk een voorstelling die door Gerben Hellinga is bedacht. Nu is de regisseuse Margriet Vreenegoor, hè? Heeft hij met jouw muziek nog bepaalde dingen gedaan, Willem? Nou, ze mocht er alles mee doen wat ze wou, in principe. Maar ze heeft me de vrije hand gegeven. Dus op een goede dag kwam ze langs en vroeg of ik die muziek erbij wilde maken. En toen is in zo'n samenspraak is die muziek ontstaan. Ja. Maar nogmaals, ook met de muzikanten er dus bij. Want ze hebben dus eerst die muzikant uitgezocht. Ik had aanvankelijk een heel ander orkestje in mijn hoofd voor deze voorstelling, maar die muzikanten kwamen niet opdagen. Dus ik heb gewoon met de riemen geroeid die ik op een goed moment had. Dus ja. Een hele rare samenstelling in principe. Maar wel iets wat me bevalt. Het is altijd 10 keer beter dan dat je met mensen zit die je niet prettig vindt. Of zo. Ja, ik moet even iets aan jouw microfoon. Ja, zo zit het goed. Goed zo. Ja, maar jij, toen je eenmaal deze mensen, toen je die bezetting wist, hè, je kende de mensen na die auditie, ben je toen ook echt op ze gaan schrijven? Ja. Inderdaad. Dat is iets wat je altijd doet, geloof ik. Hè? Je vindt het heel belangrijk om de muzici te kennen. Ja, dan heb je het ergens over, in principe. Hoewel, ik doe ook het tegenovergestelde, hoor. Maar ik vind het ontzettend aardig om de dingen uit de mensen te halen. Althans, wat ik ermee kan. En daarop te schrijven. En die kans heb je niet zo vaak. Maar goed, die heb ik dus wel met het collectief natuurlijk altijd. Want die mensen ken ik al 20 jaar. Dus dat gaat natuurlijk een stuk makkelijker. Dat is al, Willem, even, je noemt 20 jaar, dat is al een tijd, hè? Dat je 20 jaar met diezelfde mensen steeds dag in dag uit. Maar je moet nu ook weer 3 voorstellingen geven. Ja, in Groningen straks. Dat betekent toch reizen en waanzinnig. Reizen en trekken, ja, dat is het leven van een muzikant, hè? Ja. Zoals het heet. Ja. Ja, nou, anders moet je er niet aan beginnen. Ik bedoel, je hebt je keuze gemaakt, eens. Dus dan is het zover. Maar jij houdt die club ook zo goed bij elkaar, dat vind ik zo fantastisch. Dat weet ik niet. Ik bedoel, ze komen nog steeds, ja. Ja. Ik hoef ze niet van huis af te halen of zo, nee. Hey Willem, je zei net, je vindt het belangrijk om de mensen te kennen, maar bijvoorbeeld als je nou, betekent dat jij niet zo graag voor een symfonieorkest zou schrijven? Oh, jawel. Het maakt eigenlijk allemaal niet zoveel uit, want het zijn allemaal gegevens waar je iets mee kunt. En hoe je daarmee omgaat, dat is natuurlijk mijn zaak op zo'n moment. Bijvoorbeeld, ik wist helemaal niets van accordeon.
Dus ik heb een Greetje, de oude, gevraagd, laat eens wat horen, wat kan en wat kan niet. En dan is hij met zo'n tabel gekomen. Dus dan zijn er allerlei dingen waar je dan op een goed moment achterkomt. En dan maak je wat, dan neem je wat mee. Zoals, nee, dat kan je niet spelen. Het zijn veel te grote sprongen op dat ding. Kan het niet zo, mag het niet zo of zo? Ja, dan speelde dan maak er dan een dimakkoord van of zo als het een ander akkoord is. Nou, al die, dat soort dingetjes, weet je wel. En zo kom je achter een heleboel dingen. Dat is leuk, althans dat vind ik aardig. Ja, je houdt ook veel van strijkers, hè? Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Die zitten hier ook weer bij. Ja, twee. Twee, vind je een beetje weinig eigenlijk. Vind je een beetje weinig. Ik had liever een strijkkwartet erbij gehad, ja. Ja. Maar... als evenwicht. Heeft dat te maken, want dat is een naam die misschien niet iedereen kent, maar met Ab van der Molen, waar jij ooit eens les van hebt gehad? Ja, nou, het was dus heel gebruikelijk vroeger dat muzikanten naast hun hoofdinstrument ook een bijinstrument hadden. Het was meestal viool. Dus een trompetist of een saxofonist of wat die ook speelde ook altijd viool. Dus Ab van der Molen was iemand uit de generatie die dat nog deed. En ik weet zelfs van Ad Klink, dat is een trompetist bij het Philharmonisch Orkest hier. Die speelt ook heel goed viool. Dat hebben ze gewoon vroeger nog geleerd. Want één instrument was te weinig. En tegenwoordig gebeurt dat niet meer. En dat heeft dus vandaar dat mensen konden ontzettend vaak goed wisselen. Dus als ze even niet nodig waren op hun trompet, dan konden ze mooi een stukje strijken. Waarom is dat nou? Is dat omdat dat variété verdwenen is? Ik denk dat het wel. Vak, ja, dat is toch wel heel belangrijk geweest? Dat dansorkest natuurlijk van vroeger. Hè? Er moest ontzettend veel gebeuren. En dan konden ze niet permitteren om een tijdje stil te zitten. Alles moest betaald worden. Dus hoeveel je tegelijkertijd kon, hoe meer instrumenten je tegelijkertijd kon spelen. Of ik bedoel niet tegelijkertijd, maar dus die je dan beheerste. Des te beter het was, ja. Dan had een orkestleider of iemand die je huurde, had meer aan je. Dus Ab die speelde ook wel zijn moppie op zijn viool voor je? Ja. Bij opnames heeft hij nog wel gedaan. Want dat zei hij toen tegen me, weet je wel, want ik zal nooit vergeten dat ik mijn eerste grammofoonplaat opnam. Toen zei hij tegen me, of ik toneelmuziek nam ik op en ik zei, mag ik u uitnodigen? Dat ging toen in die tijd zo, om mee te spelen. Zegt hij, weet je dat ik ook viool speel? Nou, dat komt dan heel goed uit natuurlijk. Ja. Je hebt voor eigenlijk zo verschrikkelijk veel bezettingen geschreven. Is er nou nog één bezetting waarvoor je denkt, of zeg je, dat wil ik niet? Ik geef jou een opdracht voor een pianotrio. Wat zou je dan doen? Want dat zou ik zo verschrikkelijk moeilijk vinden. Geen enkel punt, nee. Dat doe je wel? Tuurlijk. Ja. Dat is een uitdaging om dat te doen. Alles is een uitdaging, ja. Het hangt een beetje van de mensen af. Of het inderdaad aardige mensen zijn, of je er iets aan hebt, of dat je er iets mee kunt. Als dat niet zo is, dan moet je er met je handen afblijven natuurlijk. Want dingen met tegenzin doen, dat is niet zo aardig. Want er gebeurt al genoeg. Ja. Huh? Over strijkers gesproken. Nou hebben ze aan het ding zitten rommelen. Willem, krijgen we die show weer van jou? Hè? Ja, het is altijd hetzelfde. Ja. Nee, ik wou je even iets laten horen. Nou, het komt wel hoor. Maar alleen je hoort de begingroef nou. Dat is niet de bedoeling. Overigens dat die nog niet op cd staat, of heb ik het mis? Het staat niet op cd, nee. Dat moet toch wel snel gebeuren weer eens? Nou, ik zou hem liever een keer opnieuw opnemen, als wat dat betreft. Dat is wel, het is wel geëvolueerd bij ons in de loop der jaren. Wanneer is deze uitvoering? Ik heb 79, 80 of zo. Dat is een oude, ja. Een oud beestje. Maar waar het mij om gaat, dat jij wel iets met deze periode en dit soort componisten als Gershwin... daar heb je wat mee. Hè? En waarom heb je ooit zo'n stuk op de terwijl je het natuurlijk niet direct tot jouw repertoire behoort, op de plaat gezet? Nou, om je speelmogelijkheden uit te breiden. En je hebt natuurlijk een pianist nodig, in het geval van de Rhapsody in Blue.
die dat stuk ook spelen kan. Want dat is een erg lastig stuk, pianistisch gezien. Hè? Is dat een goed Nederlands woord? Ja, heel goed. Dus de meeste pianisten, jazzpianisten kunnen over het algemeen niet spelen, want die beheersen die techniek niet. Dus je moet een klassiek getrainde pianist hebben, maar die kunnen weer geen jazz spelen. Dus je zit in een enorm dilemma van hoe time je dat stuk. Want alle uitvoeringen die ik van de Rhapsody in Blue ken over het algemeen, worden buitengewoon beroerd gespeeld. Dat die grote symfonie ook is. Ja, ja. En ook die pianisten die ervoor zitten, die maken dan een soort pianoconcert van Grieg of Schumann van of iets. In ieder geval iets waarvan ik denk dat het niet zo moet. Verkeerde timing en zo. Of je nou Weinberg neemt of al die andere mensen die we kennen die het allemaal opgenomen hebben. Ja, altijd iets meer aan de hand, vind ik. Ja, maar Paul Whiteman, dat was toch wel, dat was toch wel een mooie uitvoering. Nou ja, de Gershwin heeft het voor Paul Whiteman gemaakt, ja. Maar het arrangement was zoek, althans. En ik heb ook niet de bezetting van een Paul Whiteman orkest. Dus ik heb destijds op eigen initiatief met mijn beschikbare mensen, plus een clubje strijkers met Vera Betts destijds nog, dat stuk ben ik gaan spelen, ja. Want ik had Henk de Jonge speelde toen in het collectief. Die trad toe door het collectief. En die kon het spelen, die partij. Maar dan moet je het aanpassen, hè? Ik heb het origineel gelaten, zoveel mogelijk, ja. Ja. Ja, dat wel. Want wat gebeurt er als je dingen gaat aanpassen? Dan krijg je toch altijd eeuwig moeilijkheden met uitgevers en mensen die gaan zitten. Ja, dat is de eeuwige glazer natuurlijk. Want we hebben dus een groot project gedaan in 1987. Toen was Gershwin dus 50 jaar dood. Dus dan was hij dus auteursrechtelijk was hij vrij in Nederland. Dus toen konden we de American in Paris gaan doen, de Cuban Overture, een aantal andere stukken nog van Gershwin. Maar toen viel hij dus buiten de boot. En anders heb je dus met directe muziekuitgeverij, of wie dan ook, welke politie in muziekland die er is, heb je op je nek, weet je wel. En dat is niet gering, want ik heb nog laatst behoorlijk wat glazer gehad met een paar stukken van Kurt Weill die ik gearrangeerd had. Nou, dat heb ik echt volgens mij prima gedaan, niks aan de hand. Klinken echt beter dan ze door het orkest gespeeld worden in het algemeen. Maar toen had ik meteen de hele club op mijn nek, ja. Waarom die periode eigenlijk? Ja, die muziek, staat me erg aan. En ik vind die muziek ook erg bij ons horen. En omdat die muziek grotendeels vergeten is, is het ook wel weer aardig om onder de aandacht te brengen. Aan de andere kant is hij ook zeer speelbaar. Dus er wordt van de muzikanten niet een bepaalde instrumentale training vereist die tot in het absurde gaat. Kijk, uiteindelijk zijn we natuurlijk jazzmuzikanten of improviserende muzikanten met onze technische bagage. Hè? En daar moet je dus niet overheen proberen te duiken als je dat niet kunt. Nee. Het heeft geen zin van ons om Berio of andere dingen te gaan spelen. Althans, maar dat gebeurt al genoeg door allerlei mensen die dat heel goed kunnen. Ja. Maar ik ben vooral erg uit op die muziek en op die timing en op die sound uit die tijd. Of niet eens uit die tijd, ik maak mijn eigen sound ervan. Maar in ieder geval dat het reminiscenties heeft naar zoals ik denk dat het klinken moet. Ja. Groffé was hier erg belangrijk, hè, in deze. Groffé ooit was de pianist en de grote arrangeur bij, dinges. Maar hij heeft ook eigen muziek gemaakt. En ook daar ben jij mee bezig gegaan. Dan gaan we hier even naar luisteren. Ja. Dat is deze klank, hè, en zo'n componist.
dat is iets wat jou ontzettend aantrekt. Want het heeft een bepaalde klank, dit soort muziek, hè? Die ook... Ja, het ontstaat natuurlijk ook omdat ik nou eenmaal over die bezetting van instrumenten beschik, weet je. En die strijkersklank, ja, die moet je niet aan mij vragen, die komt van de Mondriaan-strijkers af. Ja. En die vinden het ook ontzettend leuk om de muziek te spelen. En daar hebben we een hele goede samenwerking mee. En dan lukt het wel, ja. En het is allemaal zonder dirigent, dus het kost soms ietsje meer moeite om het allemaal goed gelijk te krijgen. Maar die Groffé, dat is ook duidelijk zo'n componist van waar jij zegt, ja, die is eigenlijk ten onrechte vergeten. Nee, dat vind ik niet. Nee. Nee? Ik vind het meer een arrangeur-componist. Hij heeft wel de Grand Canyon-suite gemaakt, dat is zijn meest bekende stuk is. En daarnaast heeft hij ontzettend veel gearrangeerd en dus heeft het gewoon heel goed gedaan in Amerika. Enzovoort, enzovoort. Maar het is niet het is toch een B-componist, ja. Zeker. Wel, ja. Maar ook dit stuk, wat ik het wel. Ja, dat is ook een hartstikke leuk stuk. Maar het gaat op en neer. Het bestaat uit een aantal thema's in major, minor, hele toonstondlaars. Alle flauwekul die je kan verzinnen, die dus wordt erbij gesleept. En dan kom je toch tot 15 minuten hele aardige muziek. Ja. Maar jij kiest het wel? Ik kies het wel, ja. Omdat het heel speelbaar is. Omdat ik me echt, ik amuseer me ermee. Ook een beetje met de flauwekul en de onzin die erin zit, weet je wel. Dus een beetje de dubbele bodems en alle... Ja, de stoplappen die erin zitten. En dan een keertje major, dan een keertje minor. Zijn we weer een paar een halve minuut verder en zo. Dat vind ik leuke dingen, ja. Willem, de klap staat voor de deur, hè? De klap op de vuurpijl. En ieder jaar staat voor de deur. Jij doet het ook maar ieder jaar weer tegen beter weten in. Want, dat moet, we hoeven het er niet over te hebben, maar hoe moeilijk het is om het altijd weer van de grond te krijgen. Maar die keuze, hoe maak je die? Iedere keer weer zit het anders in elkaar, hè? Ja, nou, ik bedoel, ik probeer het hele jaar zoveel mogelijk om me heen te kijken wat ik interessante dingen vind. En die mensen probeer ik uit te nodigen op de vuurpijl. Of soms stel ik zelf, heb ik zelf ideeën hoe dingen zouden kunnen gebeuren. We hadden bijvoorbeeld vorig jaar het Metropolitan met Otto Ketting. Die speciaal er een stuk voor gemaakt had. Ze speelde Stan Kent en ze speelde een stuk van Tom Disseveld in arrangement. Ze speelde mijn arrangement van het pianoconcert in F van Gershwin met Johanna McGregor. Ja, dat zijn dingen die nooit gebeuren. Nee. En die kunnen dan alleen in samenwerking met de omroep en met heel veel pijn en moeite en al die muzikanten in Bellevue. Maar het is allemaal wel te doen als je het gewoon goed voorbereidt. En ook als je de medewerking hebt van alle participanten. Dus heel veel muzikanten en groepen kennen mij in Nederland en die komen echt voor een prikje spelen. Het Schoenberg Ensemble komt spelen, de Ebony Band komt spelen. Weet ik veel wie allemaal nog meer komt spelen. Noem eens maar, wat. Je hebt het lijstje voor je. Ja, ik moet mijn bril weer opzetten. Maar goed. Anders moet ik hem opzetten. De Koninklijke Philharmonie uit Bocholt, weet je wel. Dat Heinz Vriesens, die komen ook spelen. Komen Shostakovich en Rachmani nog spelen. 90 man, hoe ze in Bellevue moeten, weet ik niet. Maar het zal gebeuren. Het Koor Nieuwe Muziek met Jan Boerman, die Veugel. Dat is echt ook iets wat niet zo vaak stuk gebeurt. Nee, dat is een fantastisch stuk. Dat had ik al een paar jaar geleden al willen hebben, maar dat lukte dus steeds niet. Omdat heel veel, en dat is natuurlijk ook een beetje het lullige van de periode na kerst, dat de beroepskunst is op vakantie. Ja, dus, verdomd, dat is waar. Dus iedereen, de orkesten zijn weg, toneelspelers zijn weg. Die mensen hebben groot gelijk hoor, ga lekker met vakantie. Misschien wel het hele jaar, nog beter. maar bedoel, dus je moet echt kiezen. Sommigen, ja, ik kan niet, want ik moet naar mijn huisje met mijn kinderen, met mijn derde vrouw en al die dingen meer. Dus dat soort dingen heb je heel vaak. Ja, maar kan je er niet dan een keertje overkomen? Nee, dat lukt niet, jongen. Ben je gek? Wat betaalt het dan? Ja, wat betaalt het dan? Nou, moet je bij mij wezen? Ja, moet je wel bij mij wezen. Maar geen duizenden guldens. Het is passen en meten en zoeken. Maar ik heb ontzettend veel medewerking van alle groepen en muzikanten over het algemeen. En die komen echt niet het onderste uit de kan halen. Maar goed, alles wordt duurder. En alles wordt een beetje raarder. En je wilt natuurlijk ook die entreekaarten niet zo hoog maken dat het niet meer bereikbaar is voor een normale man. Nee, wanneer speelt het zich af? Voor kijkers die nou naartoe willen? Van 27 tot en met 31 december in het Theater Bellevue, Leidskade in Amsterdam. En dat is nu het 18e jaar. Altijd 5 avonden. En dat moet wel heel wat gebeuren. Haar jij de 20, niet denk je? Dat is wel mijn plan, ja. Ja, wel, 20 jaar plan. Collectief, 20 jaar die klap. Maar de collectief is volgend jaar al 20, dus dat ligt wat dichterbij. Ja. Willem, jij luistert echt naar veel. Hè? Ik ben ooit eens in jouw platenkast heb ik een kijkje mogen nemen. Allereerst het systeem waar jij alles in opbergt, dat verschilt erg van de meiden. Je hebt ook zo'n kaartenbakkie, hè? Ja, alles met kaartenbakken. Doe je niet de computer? Nee, nog niet. Maar ik denk met 6000 grammofoonplaten en met zoveel andere materiaal, om dat nog eens keer in een computer te gaan onderbrengen, dat heb ik de tijd niet voor. Nee. Nee. Maar jij hebt ooit eens gezegd, ja, als jij mijn platenkast kent, dan weet je wie ik ben. Ja, dat klopt natuurlijk wel, ja.
Want dat betekent dat jij naar alles luistert, al naar veel. Ja, maar dat zou je ook in mijn boekenkast kunnen zeggen natuurlijk. Ik luister naar ontzettend veel, ja. Ik heb niet echt de voorkeuren, maar ik heb wel heel veel dingen die ik niet leuk vind, natuurlijk. Maar die heb ik ook in mijn verzameling staan. Want je moet natuurlijk alles weten. Maar luister jij, want ik luister heel veel. Het probleem is, maar dat, daar moet je dan ook tijd voor nemen. Want ik heb zo ontzettend veel cd's, maar ik kom er gewoon nooit aan toe. Dus ja. Maar jij bent heel trouw. Maar als ik noten zit te schrijven bijvoorbeeld, dan staat er ook een cd op, staat de televisie aan. Hè? Staat de radio aan bijvoorbeeld. Er is een ontzettende bende in huis. En dat is gewoon rustig zo'n noten schrijven. En dan heb je toch nog het idee dat je toch nog wel wat opvangt. Kan jij dat door elkaar? Ja, dat doe ik wel, ja. En dan komt er nog wat uit ook. Nou ja, dat mag een ander beoordelen. Ja. Of het komt natuurlijk. Hé, Willem, ik heb, maar als het niet waar is moet je maar zeggen, gehoord dat jij ook nu het ideaal van veel componisten, dat jij aan een opera toe bent. Of is dat niet? Nou, de opera, wat is een opera? Maar weer, eigenlijk een muziek dramatisch werk, zou je kunnen zeggen, die ik iedere keer weer probeer, maar die iedere keer een beetje uit de hand loopt, omdat het toch weer een klucht met muziek wordt, over het algemeen. Mm. Of je nou naar deze kant op dames kijkt, of naar producties die daarvoor hebben plaatsgevonden, als Dank U Majesteit, of Wolkbreuk, of De Vuile Was, ik noem een paar van die dingen op. Je begint op een andere manier, of het eindigt op een andere manier dan je oorspronkelijk begonnen bent. Maar ik heb nu een librettist, Adriaan van Dis, gevraagd om een libretto voor me te maken, waar hij al mee bezig is, wat hij heel graag doet. In veel samenspraak wil ik nu toch wel tot een stuk komen wat op een andere manier dat muzikaal-dramatische thema benadert dan ik in het verleden gedaan heb. Maar het hoeft niet een avondje, stopera te worden of zo. Hoor. Nee, het mag gewoon wel in het theater. En er mag ook gelachen worden en er mag echt wel wat het nodige gebeuren. Ja. Maar meer een soort een muziekstuk wat doorloopt. Dus niet een toneelstuk met muziek, maar gewoon een doorlopend muzikaal-dramatisch verhaal. Ja. En dat wil je dan, dat schrijf je weer voor je mensen, voor het collectief met ja, schrijvers? Ja, met uitbreiding en echte zangers dit keer ook. Ja. Dat is wel de bedoeling, ja. Dus niet een hele... En een paar acteurs, ja. Ja. Maar het is allemaal staat nog helemaal in de kinderschoenen, dus ik kan er eigenlijk jammer genoeg nog niet zoveel over zeggen. Het is ook een kwestie van of de subsidiegever hier brood in ziet of niet. Ja. Dat moet één deze weken, moet ik daar iets meer over horen, hopelijk. Want jij hebt het net over die grappen die voorkomen. Is dat ook niet vaak dat ze altijd denken en dat het idee is, oh, als ik naar het collectief ga of iets van Willem Breuker, dan is het lachen geblazen? Is dat niet een beetje misverstand? Laat het maar een misverstand zijn, ja. Dat vind ik best eigenlijk, ja. Er komen wel eens mensen zeggen, er was vandaag niet zoveel te lachen. Nee, inderdaad, er is vaak niet te lachen. En soms valt er niks te lachen, valt er ontzettend veel te lachen. Bijvoorbeeld. Maar die dingen ontstaan, en dat is ook het aardige van de improvisatiemuziek, dat het dus niet zo vast ligt. Dat je echt, dat er van A tot B en C en dat alle paden gewoon zo uitgestippeld zijn met politieagenten langs de kant. Jullie wel, nee, maar het ontstaat ook, het kan bij jou tijdens een voorstelling, ja. Bijvoorbeeld vanavond, noem maar. Waar spelen jullie? We spelen nu in Groningen, en dan doen we een paar dingen met Toby Rix. Dus dat is hartstikke leuk, voor de kinderen vanmiddag. Vanavond voor de grote kinderen. En daar kan weer van alles ontstaan, weet ik veel. Ja. Hopelijk wel. Dat is, je noemt Toby Rix, bij ons was het Eddie Christiani. Met heel veel liefde, ja, maar die uiterste. De ene keer, je doet het met evenveel liefde volgens mij, schrijf je voor iemand als Eddie Christiani of Toby Rix, als Jojo Ma. Hè? Daar zijn... Ja, we gisteren nog met Han de Vries bijvoorbeeld gespeeld, daar heb ik ook een stuk voor gemaakt. Maakt allemaal niet uit. Maar als het aardig is. Het gaat om die mensen. Ja, die mensen die zijn allemaal fantastisch, weet je wel. Het maakt die mensen namelijk ook niet uit. Die zijn ook niet in die hokjes onderverdeeld. Dat hebben we er zelf. Dat etiket hebben we er zelf. Ik wil net zeggen, maken wij dat zelf, die hokjes? Ja, die hokjes doen wij zelf, ja. Dat zie je toch in hoe de subsidiekanalen lopen, hoe alles toch in dit land verdeeld is. Alles voor iedere secte is een apart gebouwtje. Bimhuis, improvisatie hebben ze een gebouwtje. Iedereen heeft zijn eigen gebouwtje, zijn eigen zandbak om in te spelen, om te rommelen. En met zijn schepje zand een beetje hier en daar naartoe te gooien. Je mag voor mij ook een schepje zand. En al die... Zo werkt het. Ja. Daar heb ik niet zoveel mee te maken. En jij probeert dat altijd... Nou, ik probeer het niet, maar ik denk gewoon dat het niet anders kan door het anders te doen. Ja. Anders heb ik er geen aardigheid in. Willem, je gaat het in...
jouw taxi staat klaar. En je moet nu... Dan smeer ik hem, ja. Je moet om 2 uur in Groningen zijn. Haal je het nog, denk ik. En, we gaan het proberen. Ik wens je ook het allerbeste met je gezondheid. Want ik weet dat je aan het kwakkelen bent deze week. Oké. Oké. Okay. Dankjewel. Willem, bedankt. Ja. En wij gaan nog luisteren naar een stukje uit... Kees de Jonge. En ik moet even kijken welk stukje dat nou is. Dan moet ik de cd dat pakken. Een gros mate gaan spelen. Kan dat? Een gros mate uit deze cd. Die laat ik even zien. Die ook inmiddels te krijgen is. Willem, ik wens je veel succes vandaag. En wij gaan nog 1 keer naar jouw muziek luisteren. Bedankt. Dankjewel.